zijn we weer. En we zijn net daar geweest. Om de bagage bij belservice af te droppen. Dus dat is nooit een goed teken, hè? Dat betekent dat het je laatste dag is. En ik wil niet meer. Tijd voor ontbijt. We gaan even een wandelingetje maken. Waar wilde je graag eten? Boma. Gaan we daar eten? Mm-hmm. En we zijn weer bij het buffet. Mijn favoriete hammetje. Morning. Thank you. Sausje erbij. Oh, lekker. Nou, 7:30 ochtends, een goed tijdstip voor de eerste cocktail. Die is echt heel lekker met cold brew en weet ik het allemaal wat. Oh, en een Zebra Dome. Oh. Helemaal uitgegeten, maar ook tijd om helaas de kamer te verlaten en uit te gaan checken. Dus ik zeg even dag tegen de girafjes daar in de verte. Daar nog een girafje. Maar ik zag hier nog een ander beestje. Die heb ik nog niet gezien. Doei! En ook doei, kamer. Het was leuk, het was gezellig. Ik wil nog langer blijven, maar dat kan niet. Oeh, waar sprookjes geven ligt. Dat is grappig. Dat wist ik nog niet. Maar goed, dit was ook de kamer weer in Animal Kingdom Lodge. Mocht je hier ooit blijven? En je hebt een standaard kamer geboekt. 23,80 is wel een aanradertje om uit te vragen. Kijk, die bruggen die we gedaan hebben. Heel tof was dat. And get a good look at their necks. We have an extra bit of skin there. No one has a dewlap. The only species of zebra to have a dewlap is the Hartman's Mountain Zebra. So this is what we're seeing here. Another way you can identify them is by the extra wide stripes on their hind legs. Now, speaking of those stripes, I know a lot of people are curious. Let's talk about it. Starting to see some giraffes as well. There's the one to our right. There's one up ahead of us. It'll either be on our left or they might cross the road. We'll find out. What we're going to see on the reserve today, these guys are the Maasai giraffe. You can identify different giraffe species by their coats, their spot pattern, due exhaustion. Now on our left-hand side, closest to us, those are the Ankole cattle. We're also starting to spot these dark brown antelopes, the sable antelopes. By the Ankole cattle or don't quite line up perfectly. Those are easiest indicator that they are, in fact, the Maasai giraffe. Hello. Hello. Now when we see all the giraffes hanging out together, we call that a tower. These giraffes can reach heights of around 18 to 20 feet tall. On our right-hand side, that is an African elephant that we are spotting. We're just seeing the one elephant for now, so this is more than likely a male. Male elephants do leave the rest of the herd in their early teenage years to either travel alone or with another single male elephant when they form a bachelor herd. The larger groups of elephants that we encounter, those are going to be adult females and their offspring. But one thing in particular proved to be quite helpful. You see, elephants are afraid of bees. So the buzzing noise stresses them out and they want nothing to do with it. We get the name white rhino from, of all things, a mistranslation. Specifically of the Afrikaans word wyd, meaning wide, not white. And that is a reference to their wide, flat mouths. On our left-hand side, we are spotting two lions up there. Looks like they are in the middle of a fantastic cat nap. And this is the exact view that we'd really anticipate of lions this time of day.
The ostrich is the largest bird, though they are a flightless bird. And to make up for that, they can run incredibly fast. Nou, we zijn ondertussen in Animal Kingdom aanbeland. We hebben net de eerste, maar ook gelijk de laatste normale safari gedaan. Ja. Vind ik niet leuk. Maar goed, wel even een tipje. Mocht je er nog nooit in zijn geweest en je wilt best plaats hebben, zorg dat je als eerste dat karretje ingaat. Meest links wil je zitten en eigenlijk het liefst op de achterste rij. Want dat betekent dat je ook om kan draaien, want ze lopen overal. Gewoon in het wild hier, hè? In Animal Kingdom. Lekker wat te eten. Je zet 3 stappen en je komt de volgende alweer tegen. Wat schattig. Expedition Everest. Volgende attractie op de lijst. Geboekt met Genie Plus. Het is een hele leuke coaster trouwens. Die gaat, je gaat gewoon vooruit. La, 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 la. En op een gegeven moment sta je stil. En dan denk je, ik kan niet verder. En dan gaat hij gewoon weer achteruit. Super tof. Het duurt ook lekker lang. Je lang op moeten wachten, hè? Ja, gewoon niet. 3 minuten. Jij bedoelt in de vakantie. De laatste dag en je gaat hier pas in. Maar je hebt ook wel een mooi uitzicht van deze achtbaan. Andere versie van Indiana Jones voor nu. Want deze gaat ook uiteindelijk weer omgebouwd worden naar Indiana Jones. Is pas bekend geworden. Thank you. Time travel commencing in T-minus 10 seconds and counting. This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the Iguanodon and get out before that asteroid hits. Let's roll. Get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not our dino. I'm tracking a big dino on the scope. Could be ours. Computer, full stop. Identify. Carnotaurus. Definitely not our dino. Go, go, go! Asteroid impact in 90 seconds. We better move it. Computer, now what? Carnotaurus. That's it! Abort mission! Abort! Abort! Iguanodon.
Iguanodon. Forget it! Get them out now! Brace yourself! They're not gonna make it! They're not gonna make it! Mission accomplished. You made it! I knew you would, and guess who made it back with you? I better find it before security does. Thanks for everything! Ben je gewoon lekker aan het lopen in Animal Kingdom? Heb je ineens Kevin? Gewoon in het wild. Aan de kant. We are getting some berry corn. Hi Kevin! Ja, je kan gratis water pakken op heel veel verschillende punten. Alleen sommige zitten smaakje aan, Noah. Deze niet. Nee, maar sommige water zit wel een smaakje, hè. Mocht je dus in Animal Kingdom komen, bij Pongu Pongu, heb je de Night Blossom. Je kan hem eventueel ook met rum krijgen, maar we hebben nu een normale. Maar zo lekker. Het is appelpeerslushy met passion fruit boba balls. Ik heb het alleen voor de kleur de eerste keer gekozen, want het klonk niet zo lekker, maar dit is echt fantastisch. Ik heb water hoor, dat is ook lekker. Ja, hij heeft Kian voor je gepakt, hè? Ja, dat is waar. Ja. Heeft hij gewoon geregeld? Quick service. Kian quick service. Ja. Helaas. We gaan nog wel heel eventjes naar twee andere resorts waar we al een keer eerder gezeten hebben. Caribbean Beach en Art of Animation. Want ik heb ineens weer bedacht... Pins. Ja, ik was helemaal niet van de pins. Ik ben nog steeds niet van de reguliere pins. Maar ik wil altijd even iets meenemen. Als ik in een hotel geslapen heb, vind ik het leuk. En het is. Ja, deze trip voor Disney Wish had ik een pin. Ik heb een pin gekocht van French Quarter. Animal Kingdom Lodge. Animal Kingdom Lodge Jumbo House heb ik ook een pin. En toen dacht ik, ja, maar nou is het ook leuk om van Art of Animation en Caribbean Beach Resort te hebben. En misschien kunnen we ook nog langs Kidani Village. Ja, maar we hebben niet in Kidani Village geslapen, dus daar hoef ik geen pin van. Oh, ja. Gaat alleen als ik erom geslapen heb. Maar misschien hebben we nog wel een leuke van de Skyliner. En dat betekent dat we ook nog een keer in de Skyliner kunnen, Kian. Ja. Kijk, het is misschien niet voor iedereen helemaal geschikt, maar ik vind het ook echt bij Disney horen. Ik zou een hele dag hier ook gewoon mee bezig kunnen zijn. Resort hoppen, een beetje in de Disney Transportation zitten, van een bus naar de Skyliner, naar de monorail, naar de boten. Superleuk en die hotels zijn fantastisch. We hebben leuke opties om te drinken, andere gebakjes of hapjes of wat dan ook. Winkeltjes waar specifieke dingen verkocht worden. Ik hou ervan. We wandelen nu Caribbean Beach Resort in. Hier hebben we vorig jaar gezeten. Met veel zit erop. Het is ook echt een heel leuk resort. Zou ik zo weer opnieuw gaan. We zijn nu uitgestapt bij Old Port Royal. Bij het lobby. Dan gaan we even de pin scoren. Hopelijk hebben ze hem. Voordat we even drinken gaan halen in onze mokken. Als je een resort mok koopt, kun je die bij de resort onbeperkt bijvullen. In ieder geval voor 14 dagen. En gelukkig hebben we ze bij. Dat is een lobby. Het ruikt ook wel zo lekker. Het is wel druk vandaag, zeg. Overal. Maar goed, wij gingen naar de winkel. Ik heb hem al gevonden. Het is een zilver. Geen idee waar zilver voor staat, maar ik wil hem toch hebben. We're in the Skyliner. Dit is helemaal de
het Art of Animation Hotel. En wij hebben, even kijken, we hebben in dit gebouw hier gezeten, zo zien we zo. Maar dan net het hoekje op. In just a few moments, we will be arriving at the only floating Skyliner station at Walt Disney World Resort. Passengers can disembark here for Disney's Pop Century is de bomen Resort op voor me. Zaten and for Disney's Art of Animation Resort. Daar, wij konden in ieder geval zitten bovenin. Disney Skyliner. En we konden ook gewoon water zien. Kijk, ja, ongeveer daar. Bij die schelp. Dan zijn we nu bij het Only Floating Station. Is toch leuk, hè? Waar je bij het zwembad, weer Nederlandse muziek. In het Nederlands? In de Banger Boys, ja. Maar goed, dit is dus het grootste zwembad wat Disney heeft on property. De Big Blue Pool. En het is ook weer lekker gethematiseerd natuurlijk. Uiteraard. Maar hier zit je in de Finding Nemo section. Ik zal niet te dicht inzoomen, want ik hoef helemaal geen mensen, vreemde mensen in ieder geval in badpakjes. Maar goed, wij gaan naar de winkel, want ik wil een pin. Tweede pin in de pocket. Dus wij gaan nu met de Skyliner, moet je twee Skylines pakken, naar Hollywood Studios. En daar kunnen we dan weer de bus pakken naar Animal Kingdom Lodge en naar Huis Raymond. En dan even daar de winkel voor doen. Misschien hebben we nog even wat leuks, nog wat extra's. Je weet het niet. Het laatste stukje met de Skyliner. Ja. Ja. Helaas wel. Eigenlijk gewoon 3 weken moeten bijboeken en gewoon binnen 3 weken zien melden. Ja, maar dat kan niet. Dus dat doen we niet. Jammer. Ladies, gentlemen and islanders of all ages. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Hollywood Studios. Ja, vorig jaar kon ik nog helemaal meepraten. Echt? Ja, maar toen zaten we er iets vaker in. Ja. Maar toen waren we ook echt 2 weken hier. Is ze weer. Throughout his life and career, Walt Disney had a passion for animals and the natural world. Today, we are traveling through one of the many protected wetlands here at Walt Disney World Resort. If you're lucky, you might spot some of the happiest wildlife on Earth. Oh, we komen alweer wat stiller te staan. Er zal weer eentje op de baan bijgezet moeten worden. Ja. Kijk, de tower zie je al. En je ziet de puntjes daar van Galaxy's Edge. Ja. En Mickey en Minnie. Ja. Oh, ik wil niet naar huis. Dan boeken we toch bij? Nee, dat gaat niet. Cheryl! Maar weet je wat het is? Nee. Kijk, we zijn natuurlijk nu op 3 verschillende plekken geweest. Het gaat sowieso snel. En normaal zijn we 2 weken hier. Maar weet je, op elke plek waar ik ben geweest, kan ik veel langer verblijven dan dat we daadwerkelijk zijn geweest. Ik zou nog makkelijk een week in Disneyland erbij kunnen. Ja. Had ik me prima vermaak. En echt nog 3 weken op de cruise. Ik had prima mezelf 3 weken op een cruise kunnen maken. Ja. Allemaal ook niet uitgemaakt. En ik had me hier ook nog 2 weken extra prima kunnen vermaken. Ja. Want het is gewoon te veel. Er is zoveel te doen. Dat is ook wel het mooie, dat je terug kan blijven komen, dat iedere vakantie weer anders is. Ja, dat wel. Maar het voelt zo kort. Maar goed, als we hier 2 weken geweest waren, dan had ik het nog steeds kort gevonden. Dus dat had niet uitgemaakt. Het is ook kort. Maar het was wel echt heel tof om te doen, deze reizen. Elke reis. En, wat hebben we geleerd? Helemaal. Jawel. Weet ik niet. We zijn cruise mensen. Een stoel heeft 4 poten. In just a few minutes, we will be arriving at Disney's Hollywood Studios. Whether you plan to visit a galactic outpost or play with all of Andy's toys, at Disney's Hollywood Studios, everyone can become the stars of their favorite cinematic stories. Nee jongens, we zijn maar op een 3-nachtse cruise gegaan om te testen of cruise mensen zouden zijn. Ja, dat zijn we wel. Dat zijn we, dat weten we nu. Ja. Oeh, videogames te spelen. Het is lekker druk op de parkeerplaats. Ja. Nou, laatste hapje in het resort bij de Mara. Want het duurt nog wel even voordat we het vliegtuig weer eten krijgen, hè? Ja. Nou, smakelijk maar weer. Ja. Dankjewel. Van het zwembad loop je ook zo bij de savanna. En dan zijn de girafjes weer.
Dit zijn kleintjes. Die andere. Dat zijn er 5. De achter zijn er nog 2. Ja, we hebben er steeds maximaal 4 gezien, hè? Ja. Zijn wat? Flamingo's! Sommige zijn echt roze. Maar sommige ook gewoon niet. Nee, Kianna komt door hun leeftijd. Het duurt ongeveer 2 jaar voordat ze helemaal roze zijn. Dat komt door het eten. Dat komt inderdaad door het eten. Ga maar. Waar wil ik hem? Ik weet het niet. Thank you, Donald. Okay. Nou, gaan we maar een keertje naar beneden. Ik kan me vorig jaar nog wel goed herinneren. Toen gingen we bij Boma eten. En dan gaan we standaard even buiten kijken op de savanna. En ja, toen was ik nog aan het vertellen dat ik hier zo graag een keer wilde slapen. En dat dat niet zou gaan lukken. En dat ik persoonlijk niet wist of we het überhaupt ooit konden doen. Nou, moet je nagaan een jaartje later. In een mega vette trip met alles wat we gedaan hebben. En een Animal Kingdom Lodge. Al zou ik nog wel een keer in die kamer willen slapen. Of in die, daar zie je ook. De presidentiële suite. Kom even op de savanna kijken, jongens. Oh, kijk, giraffen en zebra's. Zelfs hierin, gewoon in de rekjes, zitten de dieren verstopt. Dus de giraf. Ja, is toch leuk? De struisvogellampen. Lekker depressief dit. De koffers ophalen. Nou, zit, er is die al. Ik wil niet naar huis, ik wil niet naar huis, ik wil niet naar huis. Niet zo blij. Doe is niet zo blij. Er is niks om blij voor te zijn. Zijn we weer hoor. Terminal C. Op Orlando Airport. Nou, hopelijk. We hebben nog 3 uur te gaan voordat de vlucht er is. Want het gaat hier altijd lekker soepeltjes. Dus ik hoop dat we dit keer echt niet langer hoeven te wachten dan dat. Want vorig jaar knettertje gek werd ik hier. Maar het is wel mooi verder. Hele leuke Disneywinkel. Hele leuke Universal winkel. Eens kijken of daar nog wat leuke dingen kan kopen misschien. Jij weet het niet. Jij weet het niet. Oh, Starbucks. Vorig jaar ook regelmatig geweest. Maar goed. We gaan ons hier even vermaken. Zitten we dan? Drankie. Kikje. En maar wachten. Niet zo blij doen. Nee. Ja, maar nu even niet zo blij doen. Ja, lekker dit. Dit was vliegveld, gaat de warm af. Gaat goed. Nee. Nee, kan ook nooit normaal gaan bij ons. Ze naar huis moeten. Oh, we weten nog niks, dus we moesten blijven zitten. Zal meevallen dan toch? Dan gaan we rennen. Gaan we terug naar Disney? Ga ik niet? En ik gewoon even terug. Hij staat er al wel. Hij staat er al wel. Hij staat er al wel. Dan gaan we eens zien. We zitten helemaal aan de verkeerde kant om het goed te kunnen laten zien. Maar dat is hem.
En nu maar afwachten wat gaat gebeuren met dat alarm. Thank you. Hi. Zitten we weer, hè? Ja. Te wachten tot iedereen zit. Ja. En dan kunnen we weer weg. Gaan we wel weer Zero zien? We gaan wel weer Zero zien. Maar het is toch gek. Uiteindelijk was het alarm was niks, hè? Dus dat is gewoon opgelost. Maar volgens mij wil Orlando ons gewoon hier houden, want er is iedere keer wat. Ik wil daar terug heen naar Nassau. Te wachten. Wat? Dat doe je maar uitpakken. Je favoriete bestek. Smaakt je pasta lekker mee? Nee. Smakelijk, jongen. Dankjewel. Wat vinden wij van het eten? Goor. Is niet oké. Okay. Nee. Een droge pasta. Ja. Met een paar uidingetjes erop en een paar wortelblokjes. Kan je in een economy vliegen, snap ik. Maar dan kan het wel gewoon een beetje fatsoenlijk zijn. Niet oké. De salade, niet oké. Broodje, daar kan ik iemand mee doodgooien, dat weet ik zeker. Zo hard. Crackertjes, dat is prima. Lekker. Ja. Een chocolaatje. Neem ik mee. Zal ook wel te doen zijn. Ja. Al zal het is donker. Maar niet, de rest van dit niet oké. Okay. Dus niet met Discover, dat is niet ook weer Discover Airlines. Niet doen voor het eten. Ja, heb je nou iets gevonden wat je lust? Ja. Wat is dat? Ja, ik zie alleen een beetje. Koekjes. Zeker. Je hebt al twee gehad. Ja. Oh, lekker. Het eerste verse van het licht van ooit. Nou, lekker eten. En het luchtgeluid is, dan betekent dat je moet gaan slapen. Niet. Ik zal hem wel vasthouden. Ja, je moet gaan slapen, jongen. Dan hebben we morgen een probleem. Wij gaan een koekje eten, dutje doen en dan op naar Frankfurt. Dat duurt nog 6,5 uur. Zitten we dan? Lekker bakkie. Met een bakkie. En vertraging. Nee. Nou, vertraging. We hebben onze vlucht gewoon niet gehaald. We kregen echt. Hoeveel minuten was het? Een paar minuten voordat het vliegtuig vertrok. Want we waren echt. We moesten van terminal C naar B. En dan moesten we nog. Door de security en dat soort dingen. En dat heeft ons heel erg opgehouden. Wat? En daardoor hebben we de vlucht niet gehaald. We kregen automatisch een mailtje dat we omgeboekt werden. In plaats van om 12:30? Ja, 12:30 hadden we eerst een vlucht. Nu 16:30. Super tof. Dus altijd voor koffie. Ja, we hebben nog 3 bonnen van 15 euro die we op moeten maken. Want we krijgen die wel gewoon gelijk netjes. Dat is dan weer wel goed geregeld. Dan hoef je niet achteraan te zeulen. Dat zit al gelijk in je mail. Maar dan nog, leuk is anders. Klein vliegtuigje waar we met de bus heen gebracht zijn.
eindelijk weer in de auto. Het is nu 6:55. We hadden al thuis moeten zijn. Maar goed, de koffers kwamen vrij snel. De auto ging soepel. Dus dat was wel fijn. En nu... Hij rijdt nog. Hij doet het nog. En die hebben we ook nog bij. Ja. Op ons achtertje niet. En dan gaan we naar huis. Gaan we het hoedje pakken. En dan is de vakantie voorbij. In die zin, we hebben thuis nog een week. Dus dan kunnen we lekker gaan editen. Maar goed, tegen de tijd die dit ziet, heb je alles als het goed is al gezien. Dus hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden onze reis in ieder geval fantastisch. En tot de volgende. Doei!